Toen corona Nederland trof, besloot het kabinet om te varen op de deskundigheid van een speciaal outbreak management team, aangestuurd door het RIVM. Dit is echt een specifiek vakgebied. Ik ben historicus. Ik heb niet doorgeleerd voor de verspreiding van infectieziektes. Daar heb je echt specifieke deskundigheid voor nodig. Ik denk dat het heel goed is om daarbij gewoon te varen op het advies van onze experts, op het advies van het RIVM. Die nemen we één op één over. Het Outbreak Management Team aan het RIVM. Wij volgen altijd de adviezen van onze experts. Is zo'n OMT-advies nou heilig? Ja. Of, oké. We zien RIVM-baas Jaap van Dissel en ook zijn collega's van het Outbreak Management Team inmiddels regelmatig. Bij persconferenties, in de media of in de Tweede Kamer. Maar van wetenschappers buiten het RIVM klinkt nu kritiek op deze situatie. Uiteindelijk neemt de politiek de beslissingen. En wetenschappers die horen informatie aan te dragen waarop die beslissingen dan gebaseerd zijn. Op het moment dat je zegt dat je alles gaat doen wat de wetenschap adviseert, dan zadel je eigenlijk die wetenschappers op met haast met een politieke verantwoordelijkheid. Dus ik vind dat niet zuiver. Het valt verschillende wetenschappers op dat de standpunten van het team rond Van Dissel met enige stelligheid worden verkondigd, terwijl ze op belangrijke punten afwijken van wat internationale experts zeggen en van wat andere landen doen. Zo stelt het Outbreak Management Team dat de besmetting door mensen zonder klachten geen belangrijke rol speelt in de epidemie. Dat je voorkomen zonder enige klacht het virus zou verspreiden. He, ik wil dat niet zeggen dat het nooit kan, maar het gaat om de bijdrage die het levert aan de toename van de uitbraak. En daar is de opvatting van het hele Outbreak Management Team over dat gewoon buitengewoon beperkt is als het al gebeurt. Maar andere experts zeggen: we now have conclusive evidence that this disease is also being transmitted through asymptomatic carriers or people who show no symptoms. And trying to stop that transmission is like trying to stop the wind. Ook zegt Van Dissel dat mondkapjes schijnzekerheid bieden. Kijk, schijnzekerheid. Ik wil geen flauwe grappen maken hier hoor. Maar als je in Azië komt, zie je geregeld mensen met mondkapjes lopen. Exact, maar dat heeft de coronaverspreiding daar ook niet tegen gegaan. Hè. En dat maakt dat de toegevoegde waarde van mondkapjes in de publieke ruimte vrijwel nihil is. Terwijl andere landen mondkapjes gewoon aanbevelen. Masken im öffentlichen Nahverkehr, Masken, wenn wir einkaufen gehen. Die Mund-Nase-Bedeckung gehört inzwischen zu unserem Alltag. Daarom raden wij het gebruik ervan sterk aan wanneer u zich in de openbare ruimte bevindt. En over testen van alle verdachte coronagevallen zegt het Outbreak Management Team dat dat geen meerwaarde heeft. Het doen van een heleboel testen zonder dat dat follow-up kan hebben, zonder dat dat gevolgen heeft, dat heeft het OMT nooit heel zinvol gevonden. Terwijl de WHO steeds zegt: we have a simple message for all countries. Test, test, test. Test every suspected case. Ja, ik vind die verschillen zijn zeker opvallend. Ja, en je kunt zeggen, dit zijn de redenen. Dat moet je dan heel duidelijk onderbouwen waarom wij deze adviezen geven. Maar goed, in andere landen komen ze tot andere adviezen. En dan kun je misschien ook aangeven wat de redenen zijn waarom jij het dan als land anders doet. Dat is niet wat er in Nederland gebeurt. De adviezen die het OMT wekelijks aan het kabinet stuurt hebben een magere wetenschappelijke onderbouwing. En vaak ontbreekt ook de afweging waarom dit advies het beste zou zijn. There is no indication actually to the evidence base. So in terms of referencing, in terms of actually where the data is coming from. Het belangrijkste wat mij opvalt is dat er geen literatuur wordt geciteerd. Dus daarmee blijft het onduidelijk of de adviezen gebaseerd zijn op de mening van de experts of op hard wetenschappelijk onderzoek. Het blijft ook onduidelijk of dat wetenschappelijk onderzoek waarop het dan is gebaseerd, of dat misschien ergens kritiek heeft gekregen. Dus het is heel moeilijk om na te gaan in hoeverre die adviezen nu vertrouwd moeten worden. In dit advies staat bijvoorbeeld dat mondkapjes in de openbare ruimte geen meerwaarde lijken te hebben. Daar staat dan geen verwijzing bij naar een studie. Het kabinet neemt het advies wel één op één over, ondanks andere keuzes in andere landen. Meneer de Jonge, is omdat België en Duitsland nu dus wel hebben besloten om die mondkapjes te adviseren, is dat misschien nu wel reden voor u om wel aan het Outbreak Management Team te vragen of dat toch nog iets zou kunnen zijn om wel te overwegen? Nee, het is niet nodig, zegt het Outbreak Management Team. Ik snap niet zo goed waarom voor die aanpak is gekozen. Als je kijkt naar de rapporten van de World Health Organization, dan staat dat vol met citaten naar de literatuur.
En ik denk dat dat ook enorm belangrijk is. Ik zeg tegen mijn studenten die onvoldoende citeren en die een bewering doen in een paper wat ze schrijven, zeg ik altijd, heb je het soms in de kroeg gehoord? En op het moment dat je dat kunt vragen en dat dat onduidelijk is, betekent daar hoort eigenlijk gewoon een referentie naar de literatuur achter. Van Dissel zegt deze week weer dat kinderen nauwelijks een rol spelen bij de verspreiding van corona en verwijst daarbij nu naar eigen recente RIVM-onderzoeken. Maar die zijn nog niet afgerond of gepubliceerd en ook ontbreken veelal de zogeheten protocollen. I could find on the RIVM information on some of the graphs, but there was no protocol on the actual study that was conducted. Gopala Krishna was epidemioloog tijdens de SARS-uitbraak in Singapore en onderzoekt nu de integriteit van corona-onderzoek. Ze zegt dat het belangrijk is om de protocollen voorafgaand te publiceren, zodat data en analyses later niet heimelijk kunnen worden aangepast. It would be good practice to also show protocols, so that we understand what are the methods that have been used, who are the patients that have been tested, how representative they are, so that we can actually contextualize the data that's being given to us. It also helps the larger scientific community to actually moderate. And we should not disengage the larger scientific community. It is important to actually involve the larger scientific community. Maar wie in het OMT-team maken dan eigenlijk de keuzes en met welke expertise? Het RIVM zegt eerst dat de OMT-leden geheim zijn. Sinds deze week zijn de namen voor het eerst opvraagbaar, maar ze worden niet ruimhartig gedeeld. Het Outbreak Management Team bestaat opvallend genoeg niet zozeer uit allerlei vooraanstaande wetenschappers met praktijkervaring op het gebied van epidemieën in crisissituaties. Het OMT is veel meer een overlegorgaan met afgevaardigden van verschillende medische beroepsverenigingen, aangevuld door een rijtje wisselende RIVM-deskundigen. De leden mogen niet over het OMT praten met de pers. En ook de notulen van de bijeenkomsten, de gebruikte modellen, data en vergaderstukken die het OMT-team hanteert zijn geheim. Te gevoelig, zegt het RIVM. De stukken zijn ook niet via de wet op te vragen en ook de Tweede Kamer krijgt ze niet te zien. Ik begrijp daar helemaal niets. Ik snap het niet. Ik vind het heel belangrijk dat dat wel beschikbaar is. Het gaat niet zomaar over een onderzoekje en zomaar over een adviesje. I would have expected a discussion on lack of transparency coming from other countries, for instance in China, definitely not from the Netherlands. So in that regard it really surprises me. Er valt dus nauwelijks te controleren op basis waarvan het OMT tot haar adviezen komt. En dat strookt niet met de kernwaarden van de wetenschap, vinden wetenschappers zelf. It is a bit of a black box. When you don't know what is the evidence that they are basing their policy decisions on, then it's very difficult to actually be able to understand what is this basis and if this basis is a solid basis. To me, it does not seem to adhere to the principles of open science. Geheime wetenschap bestaat eigenlijk niet. Het is een contradictio in terminis. Er zijn uitzonderingen. De ontwikkeling van het atoomwapen in de Tweede Wereldoorlog in Amerika bijvoorbeeld, dat ga je natuurlijk niet op een transparante wijze doen. Maar over het algemeen is transparantie een kernwaarde in de wetenschap. Zonder transparantie kunnen andere wetenschappers geen kritiek leveren op de conclusies, kunnen bepaalde bevindingen niet repliceren. Dus wat het RIVM doet op dit moment, druist in tegen die kernwaarde van transparantie.